Niet filmen, jongen! Niet filmen! Niet wij filmen, jongen! Loslaten! Hij mag mij niet filmen! In het Brabantse Udenhout vieren 5000 jongeren op het Centrale Plein carnaval. Beveiliger Ad Kooijmans is tijdens het Hardstylefeest samen met 29 andere collega's verantwoordelijk voor de beveiliging. Kijk mee met een avondje carnaval door de ogen van een beveiliger. Doe dat even niet op. Laat je handen nou niet om dat twee keer te doen. Want dan moeten we je van het terrein verlaten en als we nog spelen op de spits willen drijven, dan moeten we je overdragen aan de prins. Ik denk niet dat jij daarbij gebaat bent en wij al helemaal niet. Nee, sowieso niks. Oké, maar hou je daar aan dus. Yes? Ja. Yep. Oké, nou, okay. Feestje buiten. CP, hier gaat over. Wij zijn met een slachtoffer naar de EHBO. Ja, dat komt daarna naar het kant. Ik ben nu bij het slachtoffer die door de rechts geslagen is. Wat is er gebeurd? Ze gooien eens twee keer naar mij toe, dus ik draai om. Ze gooien die twee op de grond. Ik eerst me aan te vliegen om wat te krabben en te slaan. Heb jij getuigen of niet? Ja, maar hij kwam met alles. Hij valt daar. Ja, nee, maar even die hectiek even vergeten. Ik snap dat jullie emoties hebben, dat snap ik heel normaal. Maar even voor de goede gang van zaken. Heb jij gezien of heeft iemand gezien wat er aan? Oké, duidelijk. Wil je aangifte doen? Oké, want anders kan ik helemaal niks. Dan ga ik er nu energie in steken en dan kunnen we helemaal niks. Ik neem het in, ik gooi het bij ons in het rustton. Zien wij van jou vandaag niet meer tot 8:30, 9:00 in overtraining of dat we van jou last hebben in de vechtpartij of welke manier dan ook. Wil dan blijft het hierbij. Ja, treffen jou wel aan met een vechtpartij of andere dingen die wij gewoon niet willen zien of die niet overeenkomen met de huisregels. Dan gaat er dit bij en dan draag ik je wel van de fiets. Ja, ik ben niet dat ik ga. Ik ga niet dat ik ga.